Woensdag 1 september werd op Schiphol-Oost het hoogste punt in de bouw van de nieuwe General Aviation Terminal gevierd. De oplevering van de nieuwe terminal komt daarmee ook in zicht. Wij denken eind maart 2011 dat dat hele gebouw zeg maar opgeleverd is. We hebben het wel voornamelijk over het bouwkundige gedeelte. Want daarna moeten we nog een aantal onderdelen moeten ingehuisd worden. Dus we krijgen dan en de afwerking ten aanzien van vloeren, et cetera. En de apparatuur van security en bagageonderdelen worden dan verhuisd. De terminal is met name bedoeld voor privé- en zakenjets. Het ontwerp van het gebouw is afgestemd op die doelgroep. So when we started designing this building, I wanted to get back the glamour into an excitement of flying. With private aviation, you expect it to be glamorous. Most of the passengers come by a chauffeur-driven car, by some sort of limousine. And we wanted to get the plane and the car as close as possible. So the car drives into the building, there's a small walk through a security filter to the plane, and the plane comes under this huge canopy where the passengers can go onto the plane dry and comfortable. The original building was black and then all the new buildings were aluminium color, but we didn't want just normal aluminium because we felt that it was a bit too dull. We wanted something very shiny. So we used a kind of silver glitter panel to cover the whole building from the outside, slightly mirrored glass which is also shiny, and on the air side we wanted to give the building a little bit of color, so we used a kind of pink glass with a pink canopy. In het begin kregen we regelmatig een opgetrokken wenkbrauw of mensen die vroegen van is dat nou echt de kleur? Inmiddels merk je dat een hoop mensen eraan gewend zijn en de reacties zijn eigenlijk overwegend positief.